TBN Prime Alert van donderdag 17 maart 2016. Uw aandacht voor de headlines. Bouterse, niet één soort belang, maar algemeen belang staat erboven. Waarom dure auto en meer raadadviseurs? 8 maanden oude baby achtergelaten bij tiener. BVL-leerkrachten zeer ontevreden. Werken tot 11 uur. Redimang aangehouden in roofmoordzaak Magnesiumstraat. Hier stopt onze rouwverwerking. Simon, ik heb veel makkers verloren. Studenten Sint Lucia voor uitwisseling naar Suriname. Inbreker, tevens brandstichter aangehouden. En na anderhalf jaar ophaal hoofdlozing Bommaweg. President Desi Bouterse heeft vandaag een persconferentie belegd waarin hij is ingegaan op de gesprekken welke gisteravond gevoerd zijn geworden met de RAVAXUR en BVL. De president zegt dat er is gekeken naar het groter plaatje en dat er maatregelen zijn genomen vanuit de regering welke niet alleen een bepaalde groep, maar dat de totale gemeenschap ten goede zal en moeten komen. Zo zijn er een aantal stringente maatregelen genomen ten aanzien van het budgetgebruik en ook een aantal maatregelen getroffen in de fiscale sfeer. We voeren u naar het moment waarop de president ingaat op deze zaken en ook nog raadsadviseur Winston Lakin. Zoals u weet zit de wereld natuurlijk in een enorme crisis en wij maken daar derhalve ook onderdeel van. En het is goed om bij tijd en wijle met de pers te praten en via de pers tot het Surinaams volk om aan te geven hoe wij tegen deze situatie aankijken en wat wij er zo aan doen om enige mate van rust te bewerkstelligen bij ons volk en zeer zeker nog om hun enige perspectieven te bieden in deze zeer moeilijke situatie. We hebben vaak diverse landen aangehaald wat de gevolgen zijn geweest van deze wereldeconomische recessie. Ik denk dat we het vandaag niet even te herhalen, maar wat in het nieuws is natuurlijk de grote economische reus hier achter Brazilië, welke nog voor enkele jaren terug in staat was om de IMF te financieren en vandaag de dag in grote problemen verkeert. Belangrijk is, hoe gaan wij als regering om met de situatie? Vanaf het begin hebben we aangegeven dat dit jaar een heel moeilijk jaar wordt. En dat er op één manier maar, of althans één van de manieren om eruit te komen, is om zoveel mogelijk in eenheid op te trekken tegen deze economische situatie. En dat hebben we ook gedaan. We zijn op zeer regelmatige basis in contact geweest met de sociale maatschappelijke groeperingen en voornamelijk met de vakbeweging. Laten we vooropstellen dat wat de overheid thans doet, is dat de overheid een beleid voert voor herstel van de economie door een stringent budgetbeleid op dit gebied uit te voeren van haar uitgaven. Met betrekking tot de ontvangsten is thans een programma in uitvoering welke zowel gericht is op de hervorming van het belastingstelsel
en de hervorming van de Belastingdienst. Ik denk dat binnenkort de deskundige van belastingen in samenwerking met de minister van Financiën nader kunnen ingaan op de hervormingen. In de huidige situatie waarin ook hervorming van het belastingstelsel gaande is, heeft de regering toch gemeend enkele maatregelen te treffen ter compensatie van koopkracht wegens verlies en wegens de inflatie. Laat me duidelijk zijn dat er moet erop gewezen worden dat de belastingheffing niet het aangewezen instrument is ter versterking van de koopkracht. Ook is gepast om op te merken dat de compenserende maatregelen niet in absolute zin moeten worden beoordeeld, maar moeten worden beschouwd in relatie tot hetgeen aan belasting betaald had moeten worden. De regering heeft ervoor gekozen om compensatie te geven door tegemoetkomingen in de belastingssfeer. We hebben gisteravond wederom zo een meeting gehad waarbij de voorzitter van de Nationale Assemblée aanwezig was en waarbij de gehele rafactuur aanwezig was. Er zijn enkele zaken daar naar voren gebracht, niet enkele, een hele portie. Ik moet zeggen dat zowel de voorzitter van de DNA haar die geleverd heeft, de regering en ook voorstellen komende uit de rafactuur. Er zijn een paar zaken die heel concreet zijn en natuurlijk ook enkele zaken die zijn meegenomen door de vakbonden om uiteraard eerst even af te stemmen met hun achterban. Er zijn een aantal maatregelen getroffen. Ik wil eerst noemen de maatregelen die getroffen zijn in de fiscale sfeer. In de eerste plaats heeft de regering besloten om met betrekking tot de heffingstoelage, welke 50 SFD was per maand en een totaalbedrag was van 600 SFD per jaar, te verhogen met 50 SFD, waardoor dat 100 SFD wordt per maand en dus gaat naar 1200 SFD per jaar. De tweede maatregel die de regering getroffen heeft, is met betrekking tot onbelast kinderbijslag, welke 35 SFD was en dat gaat nu naar 50 SFD met een maximum van 4 kinderen per maand, dus dat wordt die 35, 4 maal 35 per maand maal 12 gaat nu naar 4 maal 50 maal 12 per jaar. Daarnaast heeft de regering ook besloten de heffings van 50 SRD in 2011 die toegewezen was ter ondersteuning als compensatie 600 SRD per maand. En in december 2015 is deze 50 SRD gegaan naar 100 SRD per maand. Dat is nogmaals 1200 SRD per maand. En de regering heeft voorgesteld per 1 mei 2016 nog een 100 SRD onbelast fiets erkennen, welke ook 1200 SRD per jaar wordt. Totaal heeft de regering middels deze drie maatregelen een totaalbedrag van 3000 SRD aan belastingkorting gegeven aan de Surinaamse burger. Dat zijn de maatregelen in de fiscale sfeer, de eerste, tweede en nu de derde. De regering heeft besloten om de grens van vakantieuitkeringen, welke 3000 SRD was, te verhogen naar 4000 SRD. Ditzelfde geldt voor de
garantie en bonussen, premie die gegeven worden, die een bedrag bedroegen van 3000 SRD onbelast, dat dat ook nu gaat naar 4000 SRD. De regering heeft besloten en voorgesteld toen aan de vakbeweging om dit mee te nemen. De 65 SRD koerscompensatie die gegeven werd te verhogen naar 100 SRD. Dit zijn de fiscale maatregelen die de regering genomen heeft. Verder zijn er een aantal andere maatregelen toegevoegd die ondersteunend moeten zijn aan de fiscale maatregelen. Zo heeft de regering voorgesteld aan de vakbeweging gisteravond. U weet dat is een basispakket welke nu bestaat uit 40 producten. Deze uit te breiden naar 60. En de 20 andere producten gaan we in gemeenschappelijk overleg met de vakbeweging bespreken. Om te kijken wat hun suggesties zijn met betrekking tot het aanvullend pakket van 20. Zodat het een totaalpakket wordt van 60 producten die belastingvrij het land kunnen mogen komen. Waar de consument dan de mogelijkheid heeft om deze producten tegen de vooraf bepaalde bedragen te kunnen aanschaffen. De regering heeft verder ook in overleg met de Nationale Assemblée een heel belangrijk punt welke heel ernstig speelt bij de vakbeweging. Dat is het vraagstuk van de huishuren die in vreemde valuta betaald worden. En in nauw overleg met de Nationale Assemblée ze keken naar de wettelijke maatregelen die kunnen ondersteunen dat vanaf de datum 1 mei, dat is het streven, dat huurpenningen niet meer in vreemde valuta aangeprijsd mogen worden, maar dat gebeurt in SRD. Dit heeft een achtergrond dat iedereen die kan aantonen dat minimaal 25% of tot 1/3 deel van het salaris besteed wordt aan huurpenningen, dat er een structuur in place komt, dat is een applicatieformulier, die kan helpen bewerkstelligen dat er huurcompensatie gegeven wordt. Dit snijdt aan twee kanten. Dit gaat inhouden dat de eigenaren, de verhuurders, de inkomstenbelasting betalen en dat de staat compensatie terug kan geven aan de huurder die in vreemde valuta huishuurpenningen betaalt. Er was een specifiek verzoek van de vakbeweging met betrekking tot leningen die in valuta zijn aangegaan bij aanschaf van voertuigen en dat soort zaken. Daarover heeft de regering nog geen uitsluitsel omdat het een ingrijpende situatie is die goed bestudeerd moest worden. We hebben verder besloten om goed na te gaan met de Belastingdienst op welke wijze er een bevriezing zou kunnen plaatsvinden van de douanekoers. De gedachte hierachter is dat de regering besloten heeft om de gemeenschap te ondersteunen met betrekking tot de prijzen van goederen, zaken, zodat er geen onnodige verhogingen meer plaatsvinden na de valutaveiling die aankomende is. Dit is een beschermende maatregel naar de consumenten. Dit geldt voor de totale samenleving, dus niet een specifieke maatregel alleen maar voor de vakbeweging. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende zaken aangegeven. Bijvoorbeeld heeft de regering nu aangekondigd dat 7000 pakketten verstrekt worden door het ministerie van Sociale Zaken en deze zijn gratis. Deze worden verstrekt aan de groep die het hardst nodig heeft. Ook is er een structuur in place waarbij er per dag 1500 pakketten verstrekt worden die een waarde hebben van 170 SRD, maar verkregen kunnen worden voor een bedrag van 65 SRD. De regering heeft voorstellen gedaan aan Refactuur en DVL dat we ze doen toekomen een overzicht van de plekken waar deze pakketten ook te verkrijgen zijn voor deze groep ter ondersteuning van wat men nu meemaakt met de huidige situatie. De Belastingdienst die moet verder nog uitwerken een heel specifiek verzoek van de vakbeweging
met betrekking tot de belastingsschepen. Het is een hele ingrijpende aangelegenheid welke goed onderzocht moet worden. Er moeten doorberekeningen gemaakt worden. Dus de regering is nog niet zo ver met betrekking tot dit punt. En dit hebben we gisteravond ook meegedeeld aan de vakbeweging. Dat hier aan doorgewerkt wordt door de deskundigen van de Belastingdienst. En dat we in nauw overleg blijven met de vakbeweging ten aanzien van deze hele specifieke kwestie. President, ik denk dat ik de lijst met de maatregelen die getroffen zijn, zowel in de fiscale sfeer als de andere ondersteunende maatregelen, hier gepresenteerd heb. Dus dat is een beetje gemist. De president heeft vandaag bij aanvang van zijn persconferentie aangegeven dat Suriname vanwege de wereldrecessie in een moeilijk vaarwater terecht is gekomen. De pers heeft bij de ronde van het stellen van vragen het gehad over de auto van de Juspol minister die aangeschaft zal worden voor een bedrag van boven de 60.000 Amerikaanse dollar en ook nog de twee raadadviseurs en wel in de persoon van Winston Lakin en Leiles onlangs benoemd zijn geworden en hoe deze twee zaken dan geplaatst moeten worden binnen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. We voeren u naar het moment waarop de president antwoord geeft op deze vragen. Ik denk dat het goed is dat de gemeenschap kritisch naar ons kijkt. En wanneer de minister van Justitie en Politie geen voordeel heeft, dan is het natuurlijk ook moeilijk op een fiets laten rijden. Dus het kan zijn dat ze ergens, want wat we gedaan hebben is trekvoertuigen in, dienstvoertuigen die overtogen waren en dat gaat dan naar OE en kijk hoe er geherdistribueerd kan worden. Maar dat ging tot de kwestie van de adviseurs van de president. Het is goed om te kijken wat de president gedaan heeft. Hoeveel adviseurs had hij, hoeveel heeft hij ontslagen en hoeveel tijd erbij gehaald. En als we dan het saldo nemen, dan kunnen we weer praten. Dus ik heb de maatregelen, enkele zijn zoals u weet, die zijn enerzijds alle uitvoering. Laten we zeggen bijvoorbeeld de kwestie van de 7000 pakket van mensen die het absoluut niet kunnen betalen. Wat we nu proberen te doen is natuurlijk steeds verder fine-tunen om te kijken van is het daadwerkelijk zo? Zodat de man achter de hoek zijn Lexus stopt en hier het pakket komt halen. Je weet hoe die gaan in Suriname. Daar zijn we samen heel druk mee bezig. Ik moet zeggen, heel goed initiatief van jongeren, dat is die tweede groep die per dag 150 van de pakketten verkoopt, zoals de heer Lakin aangaf. Het pakket van 170 wordt voor de mensen die het kunnen betalen, wordt dan verkocht voor 65. Kortom, er zijn wat initiatieven die elkaar die hooggevend zijn in de zin van mensen denken mee, mensen voelen zich betrokken bij het geheel. Dus de maatregelen worden uiteraard doordacht en ze worden in samenspraak met in dit geval de vakbeweging worden ze dan verder indien we er overeen zijn uitgevoerd. Er zijn een aantal waarvan we zeggen van dit duurt misschien te lang en dit zien we algemeen belang en dan gaan we die gewoon doorvoeren. Maar er zijn ook voorstellen waar wij zeggen, oké, we komen met een beetje een 100 gulden extra. Daar of je zegt, nee, wat about 150? Dan gaat het in gemeen overleggen, want het is geen kwestie van, u komt hier en wij zeggen wat er moet gebeuren. We proberen zoveel mogelijk in overleg met hun te doen. De VP is inderdaad op dienstreis en niet Suriname heeft betaald voor zijn reis. En, wij vonden het nodig dat de VP in India was, de reis betaald door India. Ik hoop niet dat hij bezwaar heeft, dat hij gegaan heeft. Wij hebben geen bezwaar, want wij betalen het niet.
Ten aanzien van de bezuinigingen, ik gaf aan dat de minister van Financiën en de belastingdeskundige, die moeten nader komen uitleggen aan de gemeenschap. Het lijkt me dan dienstig om exact of bij benadering te kunnen aangeven welke besparingen er al zijn geweest. Ik kan u wel zeggen, het zijn forse besparingen. De kwestie van een dienstvoertuig. Een voertuig 60.000 kost iets of 50.000 of noem maar op. Het is goed dat jullie vingers op de pols houden en we zullen nader trekken, maar ik heb geen enkele informatie over het voertuig hoor. Dus ik ga hier niet de minister van Justitie over een voertuig. We zullen vragen om met jullie contact te treden wat betreft de voertuigen. Want volgens mij zouden er voertuigen moeten zijn waarin welke ze zo kunnen betrekken. Op vrijdag 5 februari 2016, omstreeks 3:00 middags, werd door een onbekende vrouw van Creoolse afkomst een baby afgestaan aan een 12-jarige tiener met de mededeling dat ze terug zou komen om het kind te halen. Doch heeft zij dit niet gedaan. Dit geschiedde aan de Slangenhoutstraat, de Paramaribo, ter hoogte van pand nummer 23. Het betreft een kind van het vrouwelijk geslacht, van Creoolse afkomst, van ongeveer 8 maanden oud. De ouders van dit kind worden hierbij opgeroepen om zich ten spoedigste aan te melden op de afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname, gevestigd aan de Limesgrachten Paramaribo in het Opa Doelie gebouw. Tevens wordt een ieder die enige informatie kan verschaffen omtrent de ouders van dit kind verzocht deze door te spelen aan eerder vermelde afdeling op de telefoonnummers 40 46 44, 40 46 79, de centrale meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost. Nogmaals de telefoonnummers 40 46 44, 40 46 79, de centrale meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost. En na de persconferentie van president Desi Bouterse zijn we dan getogen richting het BVL-gebouw, waar we dan zitten met BVL-voorzitter Wilgo Valies, om toch van hem te weten welke besluiten er vandaag zijn genomen door de BVL. Heer Valies, de president die geeft aan dat er gisteravond toch wel hele lange gesprekken zijn gevoerd met de BVL en RAVAXUR en dat de regering toch wel... En dat dit zijn dan woorden van gelijke strekking van de president. We kunnen ons niet bezighouden met één soort belang, maar het algemeen belang staat erboven. Dus men kiest ervoor om, als men toch wel maatregelen treft, dat alle ambtenaren ten goede moet komen. Hoe kijkt u hier tegenaan? Nou, we hebben dus geen moeite dat de regering zegt, ik kies voor het algemeen belang. Maar er zijn dus wel, laten we zo zeggen... Sectoren waar je dus niet aan voorbij kunt gaan. En de regering heeft dus in haar besluitvorming het onderwijs buiten gehouden. Alles wat te maken heeft met het onderwijs. En dat vinden we een heel ernstige ontwikkeling. Omdat we allemaal weten hoe belangrijk het onderwijs is voor de ontwikkeling van die totale samenleving. Dat je dus op een andere manier daarmee moet omgaan. De regering heeft in de afgelopen jaren steeds aangegeven dat onderwijs behoort tot prioriteitsgebied nummer 1. En wat we dus gezien hebben is dat in het beleid, dus daadwerkelijk het beleid dat op tafel komt te zitten, dat niet aan de orde komt. Dus het is een stukje miskenning van de mensen die het onderwijs moeten dragen, de leraren. En daarnaast wordt er onvoldoende geïnvesteerd in het onderwijs. Terwijl we allemaal weten hoe belangrijk onderwijs is. Dus we hebben dus een heel lang gesprek gehad met de regering.
En daarbij is dus eigenlijk was onderwijs geen centraal agendapunt. En dat vinden we heel jammer, omdat we vorige week donderdag in het gesprek met de president was dus de brief van de BVL het hoofdagendapunt. En in dat verband waren de andere organisaties ook aanwezig om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen geraken. En het is belangrijk om aan te geven dat in dat gesprek de president had aangegeven dat hij dus zou gaan werken aan een oplossing. En we hadden daar alle vertrouwen in. En dat we dus gisteren uitsluitsel daaromtrent zouden krijgen. En tijdens dat gesprek of het centrale punt in dat onderhoud was steeds de maatregelen die de overheid zou gaan treffen. En niet de situatie in het onderwijs. Terwijl dat bij de vorige bespreking hoofdagendapunt is geweest. Dus we waren daar wel verrast en eigenlijk teleurgesteld dat daar met geen woord over is gerept. En dat wij dan wel tot agendapunt hebben gemaakt. We hebben gezegd, we zijn hier gekomen om te horen wat het uitsluitsel is, wat het antwoord is en hoe we verder moeten gaan in ons onderwijs. En ik heb wederom de president duidelijk gemaakt dat we het onderwijs op een andere manier moeten bejegenen en die plaats laten krijgen wat het verdient. En wil je deze samenleving tot ontwikkeling brengen, dan zal je meer investeren in ons onderwijs. We maken dingen mee in het onderwijs, eigenlijk het onderwijs verloedert. En ik denk dat we dit niet kunnen voortzetten en dat we alles en dan ook alles moeten doen om dat tegen te gaan. En de leerkrachten hebben dus besloten om ook dat te doen. En ze zijn bereid risico's te nemen. Noem maar op, maar ze zijn bereid om daarvoor strijd te leveren. Om zowel de regering als die samenleving duidelijk te maken dat het anders moet met ons onderwijs. En dat we echt onderwijs die plaats geven die het eigenlijk toekomt. Als we die ontwikkeling van die samenleving serieus nemen, dan moeten we echt die maatregelen treffen. En de bejegening van de leerkrachten is één waarvan wij zeggen op deze manier te werk gaan leidt tot meer frustratie, meer demotivatie bij onze werkers. En de ontwikkelingen die we nu meemaken is dat we niet kunnen werken aan kaderkweek. En de leerlingen hebben eigenlijk nauwelijks belangstelling om een job in het onderwijs. En dat is namelijk geen goede ontwikkeling. Want op het moment dat er sprake is van vergrijzing, dan moet je wel zorgen voor continuïteit. Toch? Dat er genoeg kaderkweek is. En daardoor kunnen we het onderwijs garanderen voor de toekomst. En dat gebeurt dus niet. Ja, maar door de regering zijn er enkele besluiten genomen. Kunnen jullie zich wel terugvinden als ambtenaren in tenminste enkele van die besluiten? Nou, we weten niet als die maatregel werkelijk zal gaan leiden tot de gewenste situatie. Dat weten we nog niet. Dat de toekomst moet het uitwijzen. En de regering heeft aangegeven dat ze dus kiest om de mensen aan de rand van die samenleving tegemoet te treden. Dat is een beleidsuitgangspunt van de regering. Wij zijn van oordeel dat je die totale samenleving moet meenemen. En je moet ook kijken naar wat belangrijk is voor die samenleving. En we moeten helaas weer merken dat onderwijs niet die plaats heeft gekregen in dat beleid. En dat is heel jammer. En vandaar dat wij gezegd hebben, we gaan voor better education. En we gaan voor een betere waardering voor onze leerkrachten die dat werk moeten doen. Het is ook goed om te vermelden dat de leerkrachten in de afgelopen periode, ondanks het feit dat ze zich gepakt voelen door deze regering, dat ze toch op hun plaats zijn gebleven en hebben keihard gewerkt. Het zijn dezelfde leerkrachten die zelfs hun vakantie hebben opgeofferd
om die leerling de beste educatie te geven. En je zou verwachten dat de overheid dat zou waarderen en juist deze werkers zou gaan koesteren. Helaas, we zijn bijkans 2 jaar bezig om te komen tot een betere positionering van de leraar, een betere waardering van de leraar. En daar is totaal niks van terechtgekomen. En dat die leraren zich gepakt voelen, daar gaat men totaal aan voorbij. Blijkbaar begrijpen ze niet dat wanneer je gedemotiveerde leraren hebt of gefrustreerde leraren, dat consequenties heeft voor onze pupillen. En dat willen we niet. Dus wij willen dat voorkomen. Dus wij blijven praten met onze leerkrachten. Laten onze job blijven doen. Maar hoe lang kan je dat nog doen? Dus daarom zeggen we, we eisen nu van die samenleving en van de regering dat ze op een andere manier omgaat met het onderwijs. En ik moet zeggen, die leraren zijn bereid te gaan tot het uiterste. Als het aan de leraren lag, dan zouden de zaken vanaf morgen helemaal plat zijn. Vragen welk besluit of welke besluiten zijn er concreet genomen? Ja, we hebben concreet het volgende besluit genomen. Ik heb een beroep gedaan op de leraar om niet meteen te gaan, niet tot het uiterste te gaan. Maar laten we eerst beginnen met een duidelijk signaal naar de overheid van we willen onze job blijven doen, maar we zijn van oordeel dat de bejegening die wij hebben gehad de afgelopen periode, dat de status van dit beroep het wordt slechter en slechter. En dat is niet goed voor de ontwikkeling van deze samenleving. En wij hebben gezegd van we gaan dus elke dag werken tot 11 uur. En na 11 uur zijn de leerkrachten in beraad en die zullen dan geen onderwijs verzorgen zijn in beraad. We zullen dat hanteren en aan de hand de komende dagen, vanaf morgen. En het zal dus van het optreden van de regering afhangen. Of we al dan niet zullen verscherpen. We hopen dat de regering en de gemeenschap dit goed begrijpt. En we hopen ook dat de gemeenschap naast ons zal staan. Omdat het ter wille is, we doen iets ten behoeve van die gemeenschap. En daar gaan we van uit. Dus we hebben in elk geval de verplichting om de gemeenschap te informeren waarom educatie, waarom onderwijs zo belangrijk is voor deze samenleving. Toen jullie gisteren uit elkaar gingen, na het gesprek met de regering, is er afgesproken voor vervolggesprekken? Ja, dus nadat we dit als agendapunt hebben gesteld van luister, nou, dit is waar we eigenlijk zijn gekomen om antwoord te krijgen op onze eisen. Toen heeft de president gezegd dat hij, heeft ons toen medegedeeld dat de minister van Financiën uitlandig is en dat de minister van Financiën mogelijk zondag terugkeert en dat hij wil proberen om na terugkomst van de minister van Financiën toch een gesprek te arrangeren waarbij we dus werkelijk gaan praten over het onderwijs. Dus, maar nogmaals, het zijn dus de toezeggingen van de president. De vorige keer had de president ook toezeggingen gedaan, daar is er niet veel van terechtgekomen. Dus wij hebben gezegd We tonen aan nu met deze actie dat we ontevreden zijn en dat de regering ons serieus moet nemen. Romario K. alias Rediman, 22 jaar oud, is in de vroege ochtend van donderdag 17 maart aan de Afubakkaweg aangehouden door het arrestatieteam. Rediman wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan in de roofmoordzaak aan de Magnesiumstraat. De verdachte is overgedragen aan de afdeling kapitale delicten. Rediman heeft inmiddels bekend de schutter te zijn geweest in deze zaak. Hangend het onderzoek is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie de schutter onderdak aangeboden in het cellenhuis. Het monument ter nagedachtenis aan alle Surinamers die ons zijn ontvallen tijdens het Binnenlandse Oorlog in de periode van 1986-1992, die is vandaag onthuld geworden door DNA-voorzitter Jennifer Geerling Simons. Bij dit plechtigheid was ook aanwezig de president van de Republiek Suriname, Desi Delano Bouterse, die ook kransen heeft gelegd bij dit monument. Er zijn verschillende sprekers geweest en de twee belangrijkste sprekers die zijn dan de heer Henk Herrenberg, de voorzitter van
commissie Monumentenzorg en ook nog de DNA-voorzitter Jennifer Simons geweest. En beide hebben in hun speech aangegeven dat dit nooit meer mag gebeuren. De heer Herrenberg heeft aangegeven dat met dit monument de rouwverwerking stopt en dat allen die ons zijn komen te ontvallen vanaf vandaag rustig naar het hiernamaals kunnen gaan. DNA-voorzitter heeft aangegeven dat dit een stukje geschiedenis is voor de jeugd van Suriname, want er zijn ook scholieren van, of leerlingen van de Renkewetsch school hier geweest die kransen hebben gelegd. En hiermee is er vandaag dan een stukje geschiedenis achtergelaten voor de toekomst van morgen. We voeren u naar het dag van vandaag en dat is dan de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan allen die ons zijn komen te ontvallen tijdens de oorlog van 1986-1992. Het is zover. En als we vandaag in staat zijn om dit te doen, dan mag ik concluderen dat ons nationaal bewustzijn sterk is. Ik wil de president bedanken voor het vertrouwen dat hij heeft gesteld in deze commissie. En ik wil de commissieleden vragen zich persoonlijk aan u voor te stellen. Mario Maarten Parjo. Mario Samia, die weet het niet. Heer bij de dienst, Amsterdam. Kapitein G. Nijbroek. Jean-Marie Sein. En met dit team zijn we op het werk gegaan om de opdracht van de president die zij een paar jaar terug met zijn eerste periode als president. We moeten onze helden eren, nationaal en internationaal. Hij heeft toen een commissie benoemd, die is beëdigd door de minister van Binnenlandse Zaken. En we zijn aan het werk gegaan. De geestelijke leiders die voor mij hebben gesproken, hebben alle gras voor mijn voeten weggemaakt. Dus ik hoef niet in herhaling te treden. Wat ik wil doen is iedereen bedanken die dit heeft georganiseerd, met name het Nationaal Leger en de werkarmen. En vooral de scholieren die hier zijn om dit mee te maken. Want zij gaan de geschiedenis schrijven. Zij gaan de geschiedenis beleven. En ik denk dat het twee monumenten in onze geschiedenis het symbool zijn van de heldhaftige strijd die onze militairen hebben gevoerd tegen buitenlandse agressie en die hun leven hebben gegeven samen met 200 plus burgers en politiemannen en het zijn er 72 militairen geweest. Op de 22e gaan we speciaal voor hun dichtbij de kazerne het tweede monument onthullen, maar we denken dat met deze twee monumenten gaan we ze eeuwig dankbaar zijn voor hun strijd, omdat zij hebben gestreden waardoor wij onze residentie hebben kunnen behouden, waardoor wij onze soevereiniteit hebben kunnen behouden, waardoor wij ons zelfbeschikkingsrecht hebben kunnen behouden. En wij nu, wat de president altijd zegt, in vrede en harmonie met elkaar te worden. Ik wil zeggen aan de mensen van de UNESCO, die hier vertegenwoordigd zijn, en allerlei zaken hebben opgeworpen tijdens ons werk. Build the heritage for tomorrow today. Wij bouwen die symbolen. En zij zullen later dat erfgoed beschermen. Ik wil Suriname feliciteren
met een monument. En aan de nabestaanden van de slachtoffers zeg ik tenslotte: hier hebt u nu een plek om uw geliefde te vertellen dat ze nu die reis kunnen maken naar het verre land. Omdat ze nu finale afscheid kunnen nemen van al die overleden personen. Heel wat zijn misschien blijven dwarrelen waar ze zijn gevallen. Zijn blijven dwarrelen bij de kazerne. Maar laten we ze nu loslaten, laten ze gaan. En laten we dit symbool gebruiken om te zeggen: hier stopt onze rouwverwerking. En ga jullie nu de eeuwigheid voor. Ik dank u. Monumenten zijn vreemde dingen. Een monument wordt geplaatst om iets te gedenken dat meestal in het verleden, soms in het ver verleden, heeft plaatsgevonden. Maar het is in feite bedoeld voor de toekomst. Voor die generaties die in hun hoofd en in hun hart dat monument niet hebben omdat ze er niet bij waren. De erkenning dat een gebeurtenis of een serie gebeurtenissen belangrijk is of zijn geweest voor de vorming van een bepaalde natie, voor een bepaalde gemeenschap, ligt natuurlijk bij die generatie die dat monument opzet. En soms is het de generatie die dat zelf heeft meegemaakt. En soms gebeurt het heel veel jaren later, zoals bijvoorbeeld in het geval van slavernij enzovoort. We hebben ook monumenten opgezet. We waren er persoonlijk niet bij, maar we voelen dat het belangrijk is. Het monument dat vandaag is opgezet, of wat vandaag wordt onthuld, is belangrijk. Ik behoor nog tot de groep mensen die me kunnen herinneren die militaire wagens vol met jonge mannen die wegreden. En wij zaten in de auto, ik had toen een kind van 4 jaar. En we keken ernaar en zeiden: ze gaan weg, maar we weten niet wie terugkomt. Want we hadden al meegemaakt dat een behoorlijke hoeveelheid van die weggingen. Met rouw omvloerste kisten en zo door de straten werden gedragen. En het is een herinnering. Dus dit monument heeft niet alleen voor militairen betekenis. Het heeft ook voor ons, die jong waren en onze kinderen begonnen op te voeden, betekenis. Omdat het is gebeurd en het maakt grote indruk op je. Het is belangrijk dat het monument wordt opgezet, omdat als symbool voor de volgende generatie er kinderen hier zitten die niet weten wat er is gebeurd. En voor wie het wel belangrijk is te weten, en daar kom ik straks op. Dus een monument heeft een belang voor mensen, voor samenlevingen, omdat we willen herinnerd worden aan iets dat is gebeurd. En we willen in het monument een boodschap zetten voor de toekomst. De boodschap is hier al vaak herhaald. Wat er is gebeurd in Suriname, in die periode, en ik wil ook zeggen, voor die periode, omdat voor mij dit monument en al die andere vervallende monumenten hier in de stad meer betekenis hebben dan alleen de betekenis voor dat waar ze voor worden opgezet. Het monument herinnert ons aan een moment van strijd, van moeilijkheden, maar ook van hoop en verwachting, want het is natuurlijk altijd een gemengde situatie, of het nou gaat over Korea, over de Tweede Wereldoorlog. En nu gaat het over iets dat in Suriname is gebeurd, tussen Surinamers is gebeurd. En dat maakt het van des te meer belang. We moeten ons herinneren om te kunnen voorkomen. Er zijn mensen die in zichzelf een monument allang hebben voor die periode. Dat zijn die mensen die rechtstreeks hun geliefde hebben verloren. Because you don't forget. Wanneer iemand van je natuurlijk erbij is geweest, dan heb jij allang rondgelopen ermee met de herinnering. En je hebt het verwerkt. En je weet eigenlijk voor jezelf al hoe je zou willen dat in de toekomst mensen zich moeten gedragen. Maar voor alle andere mensen is het nodig om in deze gemeenschap opnieuw een monument neer te zetten. En ik hoop dat we nooit meer zo'n monument gaan neerzetten. Maar het is vandaag wel nodig, zodat komende generaties daarop kunnen gaan mediteren om te bepalen hoe we met elkaar verder aan deze samenleving inhoud moeten geven. Er is een belangrijk ding gezegd, en daar ga ik niet afsluiten. We hebben naties in de wereld en Suriname is een jong land met een hele historie. Een
vrij gewelddadige historie. Hoewel we vaak denken dat dit land een vreedzaam land is geweest. Er is veel bloed gevloeid, vlak hier en overal. En ik denk dat de opdracht is aan deze natie. Ik zeg het altijd, onze eerste opdracht die God en de geschiedenis ons hebben gegeven, is om met elkaar hier van zoveel verschillende plaatsen een samenleving te bouwen die voor onszelf, maar ook voor de hele wereld een lichtend voorbeeld moet zijn. Dat bereik je ook niet zonder streek en ellende. We hebben onze portie wel gehad, denk ik. Laten we dit monument nemen. Het staat naast die rivier. Het is zichtbaar zodra je Suriname binnenvaart. Laten we het monument nemen als een moment om inderdaad met elkaar af te spreken. Never again. Laten we dat planten in die kinderen, in onszelf en in die kinderen. Laten we ons nooit meer laten verleiden door externe omstandigheden. Om met elkaar op die manier bezig te zijn. En laten we in onszelf planten de interne wijsheid. Dat hoeveel geld we ook zullen hebben, hoeveel ontwikkeling we ook zullen hebben economisch. Als we met elkaar niet leven, gaat Suriname onleefbaar zijn. Dat is het monument voor mij. Het monument gaat mee, nu. Eraan herinneren wat er is geweest, maar weet dat mijn kinderen, kleinkinderen, gaan weten dat er iets is geweest. Iets wat niet goed was, iets wat niet leuk was en iets dat in onze samenleving een nieuwe richting heeft gemaakt, een nieuw besef dat het. We moeten strijden voor ons land. We moeten bloedvergieten voorkomen. Het duurt lang voor je eroverheen gaat. Ik wens Suriname veel bezinning bij het monument. Ik feliciteer Suriname ook dat het monument er is, omdat we nu als mensen weer een eikpunt hebben gezet en daarmee verder gaan. Sergeant-majoor Dennis Simon heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het monument van allen die ons zijn komen te ontvallen in de periode 1986-1992. Hij is zeer emotioneel geweest bij de kranslegging, bij dit monument, onthulling en de kranslegging van, bij dit monument, omdat volgens hem hij heel veel makkers heeft verloren en hij hiermee vandaag de jongens of allen die ons zijn komen te ontvallen dan ook een plaats heeft gegeven. We voeren u naar het vraaggesprek welke wij voerden met sergeant-majoor Dennis Simon. We staan er nu met sergeant-majoor Dennis Simon bij de onthulling van het monument. Heer Simon, wat betekent deze dag voor u? Voor mij betekent heel groot. Eindelijk me kan los mijn emoties die de barrasa daufesi. De man sagwe, de man doemoe die voor feti die alubis renang. En de sprekers voordat het ben tak alles aan ik ba. Welke belangrijke rol heeft u gespeeld bij de totstandkoming van dit monument? Belangrijk, ik was opgenomen bij het psychiatrisch centrum Suriname. Ik werd daar behandeld voor mijn trauma en syndroom. En daar heb ik geleerd om te gaan met stress. En toen ik daar bezig was, waren er ook veel militairen gekomen. En zo hebben ze mij die verhalen van hun genaasde liefde verteld. En zo is dat ding gekomen. Dat mij verteer me den tori, zei ik ding. Dat die tori dat ik naar mina ofzo. En dat de mensen doen, dat ik mij dat mensen van Asane kon. Aan liefde die ze, nou aan liefde pe, je moest tek beslissingen. En op een gegeven moment, de man tek om beslissingen voor gooi naar Ligre. En tegen nu die naar Ligre, je roken naar voor roken naar gong naar Nesane. En zo is Hong Kong. En zo wat los aan, dus ik kan vertellen hoe boemvoer is maar in de periode is echt. Het heeft voor mij een hele grote betekenis. Ja. Ja. Hoe lang zit u in het leger? Ik zit al 32 jaar in het leger. Ja. En wat heeft u meegemaakt in de periode 86-92? Heel veel. Ik was moeder van de compagnie, van elke een eenheid die er was in het leger. En ze hebben mij voor de peloton gezet om te praten met de mensen. En misap de mensen. Innerlijk, uiterlijk. Misap de mensen ook zo zei. Misap alles aan voor de mensen. En if de one of den gwe, na joep ching e gwe. En dat betekent voor u gimme. En if om een man dede, om een man misap itak dede. Dat zou ik net vragen. Hoeveel heeft u gekend die het leven hebben gelaten? Oh, dat de getallen laat ik over. De mensen die voorin zijn, want ik hou ze niet bij. Ik weet alleen maar, aning die ze etak voeren naar me. Aning dat die etak voeren naar me. En zo. Ja. U hebt dit monument geschetst? Ja, ik heb het geschetst uit de dingen die ik kreeg in de avonturen. Ik zet het op papier, 's morgens verwerk ik,
uiteindelijk heb ik een maquette gemaakt en ik heb het gelaten op bureau. Zo is de afdeling zo dat ding gezien en zegt, hey, het is een mooie dinges. En heeft het genomen en gezet bij de andere inzendingen. En ze hebben uiteindelijk mijn monument gekozen als de monument die hier staat. Wat moet het voorstellen? Heel veel. Het is een monument, een vijfpuntige zuil. Vijfpuntige hoek. En elk hoek vertegenwoordigt een bevolkingsgroep. Het is 7 meter hoog. Het is 7 jaren geweest die we met elkaar hebben gestreden. Het heeft een knik daarboven. Naar de Wasabegoina liggen de Malas de Libi en de Trasma in Sranang zijn Las de Libi tijdens Afiti. Het heeft 5 poortjes. Elk poortje is verbonden met een ketting. Het is de eenheid die we hebben in het land. En de ketting is de symbool van hechtenis die we met elkaar hebben. Dit nooit meer? Ja, dit nooit meer. Dit nooit meer. Dit nooit meer. Hoe hoopt u dat het Surinaams volk moet aankijken tegen dit monument? Dit is geschiedenis. Ze moeten dit zien als te zijn wat er was gebeurd. Wat de achter de schermen is gebeurd om tot stand te komen van die gevecht. Moet niet meer gebeuren. Nee, het moet niet meer gebeuren. U was erg emotioneel bij de kranslegging? Jawel, jawel. Welk gevoel ging er in u om op dat moment? Ik zie die jongens nu hun ogen sluiten. En zij hebben me de laatste eregroet gegeven en ze zijn weggegaan. Is dat belangrijk? Ja, belangrijk. Want aan die kant keken ze naar mij en zag ze, zij doen. Wat heb je gedaan tot nu toe? Hiermee is een stukje eer aan hun getoond? Jawel. En een tweede monument, die wordt binnenkort ook onthuld? Jawel, dat klopt. Dat is sec voor de militairen. Dat is een militaire aangelegenheid. En dit is ook voor een ieder, hè? Ook de burgers dus? Voor de burger, ook voor iedereen die een of ander litteken heeft achtergehaald vanwege het oorlog, vanwege het binnenlands conflict. Dit is ook voor hun. Welke boodschap, heer Sergeant-Major, welke boodschap heeft u aan elke strijder? Nou, je bent gekomen voor een job. En je moet jouw job met volle overtuiging en verantwoording verdedigen. Je moet je job doen. En aan de andere kant bent u ook mens. Je bent van vlees en bloed gemaakt. Hou ook rekening ermee dat je als mens ook... Nou, iedereen gaat dood. Wat ziet u als de hoogtepunt in uw carrière? Dit. Zeker als hoogtepunt in mijn carrière. U sluit een hoofdstuk hiermee af? Jawel. Jawel, ik sluit een hoofdstuk hiermee af. Dan kan ik rustig ademen. U voelt zich een beetje opgelucht? Jawel. Thank you, sir. Ja, ik voel me opgelucht. De Caribbean Community, CARICOM, is thans bezig met de uitvoering van de tweede fase van een regionaal project getiteld Students Engaging the CSME Through Fields Promotion. Het betreft een uitwisselingsprogramma tussen universiteits- en hbo-studenten uit het Caribisch gebied. Suriname zal in dat kader in de periode van 13 tot en met 18 maart aanstaande als gastheer optreden voor 20 studenten uit Sint Lucia. Dat betekent dat deze studenten reeds in Suriname vertoeven en het ligt in de bedoeling dat ook Suriname binnenkort richting Dominica zal gaan. We staan er met de heer Emmanuel Scheek. Hij is studentenvertegenwoordiger onlangs gekozen. Heer Scheek, binnen welk kader moeten we dit project plaatsen? Dit is een initiatief van het CARICOM secretariaat, waarbij ze studenten van hogere opleidingen in de CARICOM de mogelijkheid willen geven om zich internationaal te oriënteren binnen de CARICOM gemeenschap. Om zo ook te zien wat de mogelijkheden zijn voor hun als student, maar ook na hun studie als carrière mogelijkheden binnen het CARICOM gebeuren. Wat staat er op het programma voor de studenten van Sint Lucia? Wat betreft met de universiteit, hebben we een rondleiding op de universiteit. We hebben de studenten ook toegesproken. Ik heb een beetje aangegeven wat de ADECUS doet.
En het is dus de bedoeling dat we ze ook laten zien dat er ook hier mogelijkheden voor hun zijn als student. En eventueel later als docent of carrière mogelijkheden, dat we die ook aanbieden hier. Is dat het groter plaatje? Ja, dat is het groter plaatje. En ook weer voor onze studenten, wanneer wij een land bezoeken in de volgende fase, dat onze studenten ook de mogelijkheden zien daar. Omdat je binnen CARICOM niet gebonden bent aan je land, maar aan de gemeenschap. Wordt dat in CSME, CARICOM-verband, reeds al gedaan, de uitwisseling? Ja, dit is de tweede fase van de uitwisseling. In de eerste fase hebben studenten van ons al geparticipeerd en Barbados bezocht, als ik het goed heb. Dus het project krijgt wel vaart nu en ik hoop dat het zo verder zal gaan. Ja. Wanneer vertrekt de groep van 19 universiteits- en hbo-studenten van Suriname dan richting Dominica? Dat weet ik nog niet. Die informatie zal ik u verschuldigd moeten blijven. Omdat het niet alleen afhangt van de universiteit, maar ook van de organisatie daar. Oké. Ik lees hier ook niet, zoals u het zei, studie, werkgelegenheid, maar ook ondernemerschap. Ja, klopt. Een van de pijlers van de CARICOM is de handel. En hoe kan het anders dan ondernemerschap? Omdat ondernemers eigenlijk de backbone zijn van de CARICOM en van de economie van de landen hier. En omdat we ons niet willen binden aan de specialiteiten die we hier hebben, maar binnen de CARICOM, dan willen we ook laten blijken dat er mogelijkheden voor ondernemerschap zijn in Suriname. Voor de korte momenten, welke reeds jullie door hebben gebracht met deze studenten? Wat zijn zo'n beetje de raakvlakken als studenten, als universiteiten? Ik heb pas vandaag kennis gemaakt met de studenten. Ik weet wel dat ze verschillende overheidsinstanties reeds bezocht hebben. En als ik het goed heb, ook enkele bedrijven. Dus ik denk dat er in ieder geval vanuit hun studieachtergrond best wel raakvlakken zullen zijn. Albert D. is op 13 maart 2016 door de politie van Resort Centrum aangehouden. De verdachte werd tijdens surveillance op heterdaad betrapt toen hij bezig was een gebouw in te breken. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat er op zaterdag 12 maart 2016 aangifte tegen Albert was gedaan. Hij had een mevrouw in de binnenstad beroofd van 2 gouden halskettingen. De buit is nog niet terecht. Ook kwam vast te staan dat er een interne opsporing bij de politie liep tegen Albert. Hij werd opgespoord door de afdeling kapitale delicten. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een inbraak en opzettelijke brandstichting bij een notariskantoor. Op camerabeelden is Albert duidelijk te zien tijdens het plegen van de strafbare feiten. Hangend het onderzoek is hij overgedragen aan de afdeling kapitale delicten. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. TBN, Prime Alert, is er vaker geweest aan de Bommaweg en dat is dan meestal geweest in de periode van hevige regenval waarbij landbouwers dan geklaagd hebben over wateroverlast. We zijn er vandaag wederom aan de Bommaweg en zien er dat er machines zijn ingezet om hier allemaal op te halen. We praten hierover met de heer Somersin Gopal, buurtbewoner. Meneer Gopal, dit komt van? Dit komt van het ministerie van LVV, Landbouw, Veld en Visserij. U was een paar keren hier geweest, u had gefilmd. We waren onder water. En zo zijn we gegaan bij instanties om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld bij OW. Maar tot heden heb ik niks van OW vernomen. Keer op keer bellen gaan, niks. Ik ga u eerlijk zeggen, kleine regen zijn we onder water. Onze aanplant, veel teelt, alles onder water. Schade op schade. Mensen waren zo ontevreden hier in het buurt. Hey, we worden niet geholpen. Maar ik heb een stap ondernomen. Ik ben bij de minister gegaan. Ik heb een afspraak gemaakt. De minister zei tegen me waarover gaat het met dat wateroverlast.
Ik dacht, meneer, kunt u morgen, het was gisteren, kunt u om 8 uur bij mij op kantoor komen? Ik dacht, graag. Ik ben daar gegaan. Minister had het druk. Heeft delegatie op delegatie kwamen daar. Heeft mij gevraagd, meneer Gopal, gaat u me 2 uurtjes geven? Ik dacht, ik ben eenmaal hier en ik ga niet weg. Ik ben hier gekomen voor belang, voor land en volk. Ik heb gewacht, hij heeft me 11 uur ontvangen. Ik heb met hem gesproken, we waren 1 uur bezig. Hij heeft me gezegd, meneer Gopal, even. Wat heeft u hem voorgelegd? Over last van water hier, keer op keer onder water. Jaren is de kanalen niet onderhouden. Een resortleider die is vaker hier gekomen. Ik ga je eerlijk zeggen, ik wil niemand kort doen. Maar resortleider van Kwarasang is zwak. Zwak in welke opzicht? In werk, aangelegenheid voor landbouwers en veeteelt. Hij treedt niet op. Wat zou hij moeten doen? Hij moet... Dus laten we zeggen, als hij op 100% ging werken, moet hij op 200% werken. Want agrarisch is zeer belangrijk. Als mijn president zegt dat Suriname de schuur moet worden, dan moet de agrarische sector op hoogte komen. En als deze kanalen niet schoon zijn, een hoofdloos kanaal die afwatering brengt naar de Saramaka-kanaal, Merveileweg, Pipperpinweg, Lenak, Hirina, Christina, allemaal, dan is dit een belangrijke kanaal. Dit moet allemaal zijn belangrijk. En dit moet opgeschoond worden. Toen heeft de minister geluisterd, heeft gezegd, meneer, even, 1 minuut. Hij heeft gelijk iemand, meneer Kedu, gebeld van Surfwam. Hij zei, meneer, leg hem uit. Ik heb hem alles uitgelegd hoe die dingen zijn. Hij zegt, meneer, morgen 8:30 is de machine daar. Werk gaat beginnen. Meneer, woord. Minister heeft woord gegeven, 8:30 is die machine daar gezakt. En we zijn nu zo hier. Ik denk dat we morgen rond klaarkomen. Het is bijna 1 kilometer verstopping. En u ziet het zelf, meneer. Die zijwegen zijn hierop gekoppeld. Als dit verstopt is, waar gaat het water gaan? Er zijn mensen die daar werken op LVV. En ik ga je 1 ding zeggen ook, duidelijk. Ik beschuldig LVV in dit ook niet, aan die resort. Maar ze moeten samenwerken. Ik vind, het is niet goed dat een kanaal een deel van LVV is. Die is van RO, die is van LVV. Is gewoon, neemt u me niet kwalijk, is Larry Cook. Ja. Geef 1 ministerie de bevoegdheid om al die kanalen op te halen. Dan ga je zien hoe het wordt gewerkt. Dan kan ik bij 1 instantie gaan. Nu moet ik telefoon pakken, vrijnemen, naar OW gaan. Ja meneer, we gaan werk van maken, we gaan je bellen. Tot heden niks. Je gaat naar RO, het is niet onze aangelegenheid. Waarmee zijn we bezig? We willen Suriname tot ontwikkeling brengen? Moeten we zo werken? We geven de schuld aan de ministers, aan de president. Maar zijn arbeiders, Lantirokomang, ik ben ook een Lantirokomang, die zaken saboteren. Dat de zaak niet vlot kan gaan. Boma is een ontwikkeling. Resort Kwarasang is groot. Men moet onderhouden. Mensen zitten daar aan het werk. Nooit zeker arbeider hier komen spuiten of werk doen. Maar ik ga dit ding nu filmen. We moeten 7-3 werken. Ik werk ook 7-3. Als ik voor mij zeg, moet ik voor die anderen ook zeggen dat ze ook moeten werken. Dus, meneer Ganesh, ik ben blij dat u hier bent gekomen. Ik wil u overtuigen dat we hebben gewerkt. Niet voor mij alleen, voor de hele buurt. Suriname moet tot hoogtepunt komen. In 1 klap hebben we schade. Kijk, meneer Kappel had daar bijna 1,5 hectare, 2 hectare in mijn watermiljoen geplant. Alles is weg. Waterpomp zetten, alles. Krijgen we vergoeding? Nee. Als dit schoon zou zijn, onderhouden zou zijn, bhai, dan was er geen probleem. Wanneer is de laatste keer hier onderhouden, heer Gopal? 1,5 jaar geleden. En het is begroet, niemand heeft eraan gewerkt. En ik ga je ook 1 ding zeggen, meneer Genis. Het is ook mijn schuld. Maar kijk, mijn mevadoren is hier, ik heb hier schoongemaakt. Maar daar kan ik niet, als die buurman niet doet. Als die andere man niet doet. Want het staat op je beschikking. Je moet je voor mevadoren onderhouden. Efasan sungu. Daar minister, of zijn we een machine kon na een week, daar is alles al klaar. Daar waarmee zijn we bezig? Als jij Mofodoro onderhoudt, ontwikkeling D. Over hoeveel, wat is de afstand? Over hoeveel er schoongemaakt zal worden? 1 kilometer ongeveer. En daarmee zal het probleem dan verholpen zijn? Ja, zeer zeker, want verderop hadden ze al opgehaald. Dus daar is schoon, die brengt helemaal naar Saramaka-kanaal. Maar dit was niet gedaan, 1,5 jaar. Was het onderhouden, hadden we dit probleem niet. Dus wanneer de landbouwer, de heer Timmel, keer op keer klacht, is het niet dat hij lastig wil doen. Dan heeft hij het wel aan de rechte eind. Hij heeft gezegd, de juiste procedure, heeft alles goed gezegd. Hij is ook een arbeider van LVV. Hij heeft het vaker gezegd. Maar als bepaalde mensen daar zitten en die zaak niet willen aanpakken,
Maar welke voordelen zou de persoon hebben om zaken niet gedaan te krijgen? Kijk, ik wil niet groot andere soort antwoord geven, maar u weet waar we leven in Suriname. Politiek speelt een belangrijke ding en politiek maakt en politiek breekt. Als ik van een andere kleur ben of van een andere, dat mag je, je bent een democratisch land, je mag. Maar je moet het niet doen dat het burger het dupe wordt. Het volk, het arme volk die hard werkt voor zijn centen. Eén grote regentijd, 2 dagen, alles onder water. En dat willen wij nu hebben, we willen werken. We willen opbouwen, Suriname is een mooi land. Tidemi peran wat tomat bombaka wat tu siksi wiki me brokot tomati. Het is een gezegend land. Maar mensen, wat wij doen het moeilijk. Maar ik neem aan, heer Gopal, dat jullie ook continuïteit willen in het werk. Niet dat er nu vandaag is opgeschoond en dat men weer 1,5 jaar moet wachten. Dat heb ik ook met de ministers gesproken. Maar u weet, ik heb het gezegd. Kanalen veranderen onder RO, onder LVV en dat ga je krijgen. Die moet onderhouden die. Maar ik ga u eerlijk zeggen, ik ga met de buurtmensen hier praten nu. Ja, we gaan proberen om middelen zelf te kopen nu. Ja, pomp nemen. Als ik mijn mofadoren schoonmaak, moet jij dat ook doen. Want door jou kan ik ook onder water, want je hoort niet meer. Er zijn mensen hier die percelen hebben, die niks doen. En daar hebben ze laks, ze zitten maar. Want de no last noti. Wisa sungwa hermung. Maar mensen die hard werken. Ja, de mailassie. Zijn er zaken, heer Gopal, die het werk een beetje bemoeilijken? Een paar stakers waren, kijk, je hebt net eentje gezien. Iemand die een perceel heeft, die komt jaren niet. De brug is begroeid met bomen, je hebt zelf gezien, je moest alles weghalen. Die stroomkabels, hè? De waterleidingpijpen, die meters is daar geplaatst. En die geven een beetje problemen, maar we werken eraan. Ik merk dat mensen ook op de onderhoudstrook gepland hebben. Weet je waarom? Het is een onderhoudstrook. Maar nooit, is al bijna 30 jaar, ik ben al 29 jaar hier. Is de tweede keer dat de machine daar is gekomen. Het ging altijd van die kant uit, dus ging men schoonmaken, was dat geen probleem. Maar nu is het asfalt breekt, kabels hinderen, daar hebben ze gezegd, daar. En deze mensen hadden al lang gepland, gekweekt, maar wat? De operator die hier werkt is erg, heel rustig, hij gaat rustig te werk. Hij geeft niemand last. Wat moet breken? Er is niks om te breken. Maar mensen, de buurtbewoners, die verlenen ook geen ondersteuning? Tot nu toe heb ik wel ondersteuning gehad. Doe niet moeilijk? Nee, kijk, niemand moeilijk. Kijk, zo'n buurtbewoner. Ander ben moeilijk, toch? Hij heeft meegewerkt. Hij staat hier ook bij mij. Zonder betaling. Hij kwam me helpen. Denk, ik wil je helpen, meneer. Dus de willingness is er wel bij de mensen? Dat ze. Willing, meneer Ganes. Het werk moet door die land die gedaan worden. Gecontroleerd worden. En de juiste man op de juiste plaats zetten om het werk. Je moet dat juiste hart hebben daar. Men komt daar, ik ga doen, ik kan, ik heb... Je hebt geen kaas gegeten, je weet geen werk van, je moet leren. En ik wil van hieruit aan de overheid zeggen, wat ik gezegd heb van die ministeries. 1. En 2. Ze moeten niemand, geen enkele arbeider, landieman, 5 jaar op een post laten zitten als hoofd. Want dat deugen ze niet. Ze verstaren in het werk? Ja, geef ze 3 jaren, wanneer iemand anders moet komen. Willen jullie iemand anders zien? Dat zou in feite moeten gebeuren? Ik zeg u al, dat was dit al opgelost. Okay. Ik heb het vaker gedaan. Mensen lachen me uit. Wanneer je gaat uitzoeken, je gaat in je zak, je betaalt de geld, je gaat bellen, je doet dat. Met dat amaf look to eshi. Asagi masegi. Maar mi Zwitser nan kondre, mus kon boom. En na kang boom, efu roko samu, bondru kona wang, we doro. Maar efu praat zo, une doro.